Ja, daar zijn we weer. Ik ben Robin en welkom bij de derde aflevering van Robin Small Talk. Nou, om maar leuk te beginnen, tenminste voor mezelf in ieder geval wel. Waar ik vorige week zei dat Jijke en Johan geen mol waren, heeft Jijke deze keer de aflevering moeten verlaten. Omdat ze eigenlijk, wat ik ook al zei, de vorige aflevering te weinig informatie kreeg. Ja, en daardoor werd buitengesloten. Ja, jammer maar helaas, want ze konden toch eigenlijk best nog wel wat swing gebruiken in deze groep. Dan is het tijd om de derde aflevering van Wie is de Mol te bespreken. Wat een diverse opdrachten waren er. Van een hovercraft tot hele mooie beelden in de tuin. En natuurlijk de ontzettend dure theekopjes. De titel van deze aflevering is dan ook welvarend. En dat is waar wij deze aflevering van Robin Smalltalk gaan beginnen. Tijdens de eerste opdracht was Buddy erg welvarend bezig en werd het door Rick ook voortvarend genoemd. Verbaast me wel een beetje, want jullie begonnen zo voortvarend. Er waren echt een paar mensen bij die wisten hoe ze het probleem moesten tackelen, hoe ze bij een oplossing moesten komen. Maar helaas, het is niet gelukt. Hier is duidelijk te zien dat hij de opdracht heel erg goed door had. Was dit voorkennis of was dit gewoon logisch nadenken? Voor nu denk ik dat het logisch nadenken was, want ook al werd de opdracht aan ons heel erg lastig uitgelegd, voor hun was het toch wel meer dan duidelijk. En dat was ook wel te zien aan de kennis die Buddy had. Vervolgens het moment, en voordat ik wist wat er gebeurde, was het al gebeurd. Ja, ik maak wel nieuw penningmeester eigenlijk. Ja, niet erg jongens. Ik hoef het in ieder geval niet. Zoek. Twee cent. Yes, dat vind ik ook. Nathan. Nathan. Nathan die was ineens welvarend geworden. Ze waren van penningmeester gewisseld. En blijkbaar was Johan het dus zat. En niemand anders had er echt zin in om dat te gaan doen. Dus dat is ook weer een optie van welvarend voor Nathan. En de laatste opdracht natuurlijk met de theepot. En daar kan je ook zien hoe welvarend de Chinezen zijn. Zowel goederen als hun geld. Maar daar dacht Johan ook anders over. Het zag er ook uit als een servies van de Xenos. Dus ik dacht, nou ja, hè, ja weet je, en we zijn in China. In China, sorry, maar alles is nep. En eigenlijk wat ik vorige week ook al zei, kan ik nu ook weer bevestigen. Johan is met zijn uitspraken echt niet de mol. En dat zal er bij mij ook niet meer veranderen. Ja, dan is het tijd voor opdracht 1. De titel van opdracht 1 is lijndiensten of lijnverdiensten. Waar €2.250 verdiend kon worden. Maar uiteindelijk er niets in de pot is bijgekomen. Hier zijn mij een aantal dingen opgevallen die ik in de andere hintstheorie video niet heb gezien. Of wel heb gezien. Maar dan anders uitgelegd. En dit zijn de volgende dingen. Buddy kwam namelijk al heel snel achter hoe de opdracht in elkaar stak en wie waar moest zitten. En daar viel op dat een van de regels overtreden werd, moet ik het even goed zeggen, dat er per halte minimaal één wissel plaats moest vinden. Maar dat kan lastig als er niemand staat. Dus de afbeelding die nu in beeld staat, die gaat in zoverre niet op. Want wat ik vorige week had ik ook bij een opdracht, had ik een beetje hetzelfde principe. En daar was ze blijkbaar ook gewoon toegestaan. Of het is eruit gehaald, dat is natuurlijk ook een montage ding, kan dat zijn. En verder was ze bij Klees niet allemaal heel erg duidelijk. En hij wist ook totaal niet wat hij aan het doen was. Ik ben één keer naar een lege halte gekomen. Waarom ben jij hier? Het was allemaal heel erg warrig. Het was een beetje in en uit. Dus daarom ontstond er ook wel best veel verwarring over wie is wat aan het doen. En elke keer dat zo'n hovercraft aankwam, stond je zo te kijken van wie zit er nou in en wie kun ik nou mee ruilen. Ik moet naar 3. Op een of andere manier werkte dit allemaal niet. En dat gebeurde voornamelijk tussen de tweede en de derde ronde dat de lijnen voorbij kwamen. Daar missen we ook een heel stukje informatie. Wie wat heeft gedaan en wat er is gebeurd. Dus het lijkt alsof Leonie en Klees een rommeltje van hebben gemaakt, terwijl dat niet het geval is. En wat ik dacht, dat zei Klees namelijk ook. Hij weet niet wat hij aan het doen is of wat hij moet doen. Oftewel, hij loopt achter de feiten aan. En dat is voor mij ook weer een momentje om te zeggen dat Klees ook niet de mol is. Want als mol zijnde moet je altijd scherp zijn en opletten wat je doet. En hij is overzicht kwijt en dus ook bij mij geen mol. Na de opdracht gaan Miljuska en Rob een mondje aan. En daar maakt Miljuska een opmerkelijk statement. Ben jij de mol? Dat kan ik niet bevestigen of ontkennen. Nee. Het spreekwoord wat het zou moeten zijn, moet ik even goed zeggen, ik kan het nog bevestigen, nog ontkennen. Dus dat kan twee dingen betekenen in dit verhaal, ook al geloof ik daar nog niet zo in. Miljuska is de mol, of ze wil zichzelf verdacht maken, zodat ze meer informatie kan krijgen. Het is natuurlijk één van deze twee. Zou dit wel een optie kunnen zijn, maar
Ook hier heb ik mijn twijfels over. Dan, opdracht 2. Ook wel beeldig genoemd. Dit was een mooie opdracht om te zien. Zeker vanwege de beelden die gemaakt zijn. En eigenlijk ook een... Nou ja, niet eigenlijk. En die een ode zijn aan de mensen die belangrijk waren binnen het Chinese tijdperk. Hier was vanaf mijn kant niet heel veel bijzonders op of aan te merken. Behalve dat Leonie al chaos aan het maken was. Of er nu 4 of 8 foto's waren. Ik snap ook niet waarom ze dat deed. En vervolgens ook dat ze het standbeeld voorbij wilde lopen. Maar ze was even, nou ja, en dan even vergeten dat ze dan niet meer terug mag. Oh nee, je mag niet door. Dat was ik heel even vergeten. Dat is, tijdens het speluitleg is dat niet aan ons verteld, dat is er uitgemonteerd. Maar daar is ze blijkbaar wel verteld. En dat was toch een hele vreemde situatie. En na afloop van de opdracht werd er een opmerking geplaatst door Leonie. Dat is de volgende statement. En Rob wilde vandaag met mij, waarschijnlijk om mij te testen. En ik vond prima om met Rob op pad te gaan, want Rob kan je heel makkelijk op het verkeerde been zetten. Want die trapt echt overal in. Die heb je echt zo ontspoord. En dit is iets waar mij ook gelijk een lampje ging branden. Wat er ook is gezegd bij de eerste aflevering van het seizoen. Toen werd er door Rick het volgende gezegd tegen Anita. Reageer zelfs op een onintelligente behandeling intelligent. En daar ging mij ook gelijk het lampje branden van, is Rob dan misschien de mol? Hier ga ik me voor nu nog even niet verder over uitweiden, want ik heb te veel gedachten over wie de mol zou kunnen zijn en ook met de teksten die gedaan zijn. En er is dus een kans dat ik hiervoor een extra video ga maken, zodat ik in ieder geval mijn gedachten even op beeld kan zetten en het voor mezelf even duidelijk kan maken. En wellicht dat ik jullie ook meer informatie daarover kan geven. Ja, of meer inzicht te geven in mijn theorieën. Ja, en dan was het alweer tijd voor de laatste opdracht, genaamd Theepot. Ik moet wel zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat ze er geen koekjes bij hadden. Want ja, dan hadden ze een heel mooi theekransje ervan kunnen maken. Dus dat was echt een hele slechte grap. Dus die ga ik lekker in het theedoosje terugstoppen. En over het theedoosje gesproken. Ik moet wel zeggen dat het wel een hele aparte theeset was om te zien. Je zou niet zeggen dat die €2700 waard was. Dat is ook wat ze konden verdienen in de opdracht. En aan het begin van de opdracht zei Nathan over Buddy dat hij aan het vertragen was door een winkel binnen te lopen en te vragen voor meer informatie. Waar Buddy eigenlijk wel op een hele grappige manier in het Nederlands vroeg hoe ze een kopje konden vinden. Dus ik voelde me meteen vertrouwd genoeg om op Chinese mensen af te stappen. We zijn op zoek naar een potje. Hoe is jouw Chinees? Nou, de rest is dus geschiedenis. Ze gaan een kopje halen en uiteindelijk blijkt het dus een theepot geweest te zijn. Ik denk dat het iets voor de kruiden geweest is, wat je in de thee doet. Of waar je thee van maakt. Of zoiets dergelijks. En het grappige is dat daar dus juist Nathan de boel vertraagt door er weer naar voren te lopen, mensen mee te nemen. En uiteindelijk brengt Miljuska de theepot weer naar voren toe. En hebben uiteindelijk Buddy en Nathan vrij weinig gedaan. En na de opdracht moest er een keuze gemaakt worden waar ze voor gingen. Voor de €1500 of de €2700. En daar maakte Rob dus wel een hele opmerkelijke statement. Wat denk jij, Mil? Mag ik even wat voorstellen? Wat nou als dit een hele zeldzame is? De duurste die hier in de straat te vinden is. En dat ging mij ook een lampje branden zo van, dat zou echt een hele goede molactie kunnen zijn. Dan geef ik ook weer een flashback terug naar aflevering 1. En daar werd gezegd, moet ik even goed zeggen, de wijze houdt zich op de achtergrond, maar staat in werkelijkheid vooraan. Rob staat, op dat moment staat hij dus op de achtergrond, maar hij geeft dus verdeeldheid of ze voor het geld moeten gaan of niet. En uiteindelijk maakt Nathan de beslissing om voor die €1500 te gaan. En ja, dat maakt hem ook per direct verdacht, zeker omdat hij gewoon een split second zegt van, ik wil het nu die €1500 hebben. Hij pakt het nog net niet uit zijn handen. Maar het is eigenlijk net zoals in het voetballen. Soms moet je gewoon direct een beslissing maken van, pas ik hem door naar iemand of schiet ik hem zelf in de goal. Dus nee, dat maakte voor mij nou niet direct meer verdacht dan de rest van de mensen. Dan was de executie. Ja, redelijk normaal of niet heel veel anders als in vergelijking met de andere afleveringen. Het enige opvallende was dat een hele hoop mensen op Buddy zaten. En Buddy zat op Leonie en dat was wel bijzonder.
En ik heb het ook even bij de andere video's even gecheckt. En daar was ook een heel mooi lijstje. De mensen gingen of voor Buddy of voor Leonie. En zoals iedereen ook al zei, juist als er heel veel genoemd worden, dan zijn ze het 9 van de 10 keer niet. En ik heb daar ook, ieder seizoen heb ik even teruggekeken. En ik weet van Merel, weet ik nog van dat ze van vorig seizoen, weet ik dat ze ook meestal één na laatste stond of laatste. En uiteindelijk bleek zij dus de mol te zijn, want ze was over gedurende de hele, het hele seizoen was zij niet heel erg in de spotlights gekomen. Dus dat maakt voor mij Rob ook gelijk wel direct een beetje verdacht. En dan kunnen we gelijk doorgaan ook met de afsluiting en over wie ik verdacht vind. Daar heb ik nu als potentiële mollen Johan en nu ook Klees afgestreept. En de vorige keer, moet ik het even goed zeggen, verdacht ik Leonie, Miljuska, Buddy en Nathan. Het zijn er ontzettend veel, ik weet het. Hier is Rob nu ook wel bijgekomen vanwege zijn handelingen deze aflevering. En zoals ik ook al eerder zei in deze aflevering van Robin's Mol Talk, ga ik daar waarschijnlijk later nog even een keer op in als ik mijn gedachten een beetje op een rijtje heb gezet en dat ik het met jullie kan delen. Maar als ik hier ook een keuze uit zou moeten maken, dan ga ik ook voor dat Leonie en Buddy ook geen mol zijn. En Nathan, Miljuska en Rob zijn bij mij twijfelgevallen. Ja, eigenlijk hebben ze allemaal een beetje dezelfde manier van werken. Ja, het kan een molactie zijn. Het kan gewoon een kandidaatactie zijn. Het kan zijn om iets van meer informatie te verkrijgen. Maar dat is wat mij opvalt. En dat is ook waar ik deze aflevering hierbij gelaten. Ik hoop dat jullie wat aan deze aflevering hebben gehad. Ja, als je wat aan hebt gehad, laat dan een like achter. Wil je meer van deze video's zien? Ja, vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet op het belletje te drukken, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.